Hey mensen, welkom bij de tweede, eigenlijk de eerste echte Let's Play. En serieus, er is iemand met Teams zo'n voice chat aan. Staat het nu uit? Ik krijg dat nummer uit. Oh wacht, dat is... Normaal staat voice chat nu uit. Maar hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga even een auto stelen. Want ik ben van plan om nog een andere auto te kopen. En allee, niet te kopen, maar met kennis te bellen en een andere auto te hebben. What the fuck? Voice chat staat op niemand. Wacht. Tot zo. Mensen, ik kan er serieus niet uitzetten. Laten we switchen naar een stille sessie. Maar goed, tot zo. In de volgende echte Let's Play video. Ja, dit is mijn tussendoor video trouwens. Maar de eerste echte Let's Play video waarin ik ook missies ga doen. Daarin, ja, die video komt hierna. Maar deze video is puur gemaakt voor freaking, ja, te laten zien waar je precies die gebouwen kunt kopen. Want ik kan nergens een snelle video vinden waarin dat je dat kunt zien. Maar goed, dus dit is de vehicle warehouse die mijn papa ook heeft. En, ik heb ook precies dezelfde toren. Maar dus je gaat naar je telefoon. Kom aan. Je gaat naar het internet. Ik heb $2065. Maar je gaat naar money and services. Dus dit is waar je eerst ziet. Je moet naar dit gaan. Ik ga de tablet vasthouden. Voor deze video nu. Maar dan zie je dit. Je gaat naar onderen. En ik denk dat het Dynast die echt exclusive is. Ja, denk ik. Dan moet je op Enter Site gaan. Ja. Er is een gratis gebouw. Oh, Maze Bank West. Oh, dat is mijn gebouw. De Maze Bank West. Oh, ik ging even de site af, sorry. Maar goed, dus je kunt kiezen. Je kunt alleen maar deze gebouwen kopen. Dus dat zijn er 4. Ik heb deze gekocht. Ik weet niet hoe duur dat die was. Maar het is gratis, dit gebouw nu. En je kunt verschillende dingen kopen. Ligt eraan wat je wil. Het maakt het wel iets duurder. Maar goed, je kunt van al deze dingen kiezen. De naam, organisatienaam, bij mij is dat Guns and Glory. Vind ik lekker klinken, maakt niet uit wat dat wil zeggen in het Nederlands. Dus ik hoef de vertaling niet te weten, ik vind het gewoon lekker klinken. En als je nu naar front gaat, nu heb ik de 8, maar... Dit kun je in verschillende lettertypes veranderen. En ik hou het op 8. Wacht. Serieus, het is niet gratis? Dus er staat gratis bij. Misschien is het gratis als je het voor het eerst koopt. Ja. En als je dus je ding hebt gekozen. Als je het hebt gekocht al. En je wilt nog iets anders editen. En je hebt het gedaan. Dan druk je op renovate. En dan ga je terug. Maar nu waar dat je dus het gebouw, waar dat je het echt gaat kunnen gebruiken. Dit is even als test. Maar als je nu naar Maze Bank Foreclosures gaat, dan kun je dingen kopen. Dus dit. Enter site. Dan kun je verschillende dingen kopen. Bijvoorbeeld hangaars in de legerbasis.
op het vliegveld. Je kunt motorbike dingen kopen. En dat ga ik in deze video ook letterlijk doen. Dus letterlijk deze motorbike ding. Die club. Die is hier. Gratis. Dus als je het ding wilt kopen. Het is niet duidelijk genoeg. Sorry. Nu hopelijk wel. Maar het is echt moeilijk. Controller even lekker hier leggen. Jullie zagen het niet, want het is donker. Ik heb de lampen ook niet aanstaan. Dan druk je erop. Oké. Je kunt dit op de muur zetten. Nu kan ik het beter niet laten zien. Dus je kunt verschillende dingen op de muur zetten. Wacht. Ik moet het serieus zo laten als ik het gratis wil houden. Het ding dat jullie niet mogen zien. Maar goed. Dan druk ik op de volgende. En dat is stijl. Dus, ja, als ik dingen ga veranderen, dan, dan wordt het niet meer, dan is het niet meer gratis. Maar, je kunt dus de muur veranderen. En, oh, dat is moeilijk. Crew emblem kun je ook veranderen. Nu heb ik MC met daar. 100.000, what the fuck? Dat is mijn crew emblem. Ja, ik ga het zo laten, want ik wil het gratis. Als ik gewoon de naam verander, is het ook, dus dan heb je dit. Hoe zullen we onze motorclub noemen? Motor Gang? Swag Money? Ja, misschien. Of nee. Motor Money. Motorgeld eigenlijk. Motor Money. Hier kun je ook missies mee doen, denk ik. Denk ik. Money. Wacht. Ik heb het verkeerd geschreven. Denk ik. Ik weet niet of het goed is. Money, what the fuck? Oké. Ik denk dat dit juist is, maar ik kan het beter zien als ik de tablet wegleg en het op hoofdletters zet. Ik denk dat het dit is. Gereed? Oh, het blijft gratis, perfect. Dus hier staat het nu, het is een beetje donker. Wat als ik de kleur verander? Oh, dan is het nog steeds gratis, oké. We maken het rood. En, oh god, die notifications. Jullie kunnen het witte bolletje nog steeds zien. Gunlocker. Kunnen we erin zetten? Dat is dit. Maar dan is het niet meer gratis. Nee. Dus dat doen we niet. En custom bike shop, dan kun je letterlijk de motor upgraden en alles in die club. Maar jammer genoeg heb ik geen geld. Als we dit kunnen renoveren, net als bij die torens en zo. Oh, dat zou goed zijn. Dan pas zet ik het erin. Want custom bike shop maakt het bijna een half miljoen. Maar goed. Route 111. Nee, 111 route 68. Waar is mijn pijl? Oh, daarboven. Ka-ching! Oh, wacht. We moeten het nog kopen. Ja, de muurdingen. Logo. Boom! We hebben het gekocht! Hell yeah! Is dit gelukt? Normaal wel. Dus, eigenlijk, nu heb ik, jullie weten wel, mijn huis waar ik in de roleplay serie was. Daar had ik nu al mijn motors staan. Maar nu kan ik gewoon serieus al mijn motors gaan verplaatsen naar de motorbike club. Dus waar dat die horen te staan. Nu ben ik een president van Motor Money. Zet in de reacties waarom dat ik denk dat niet goed is geschreven. Zet in de reacties. Freaking.
wat ik fout heb. Ik heb mezelf gedisband omdat ik geen... ja, ik heb het nog wel. Maar... omdat ik... ja... waar de hel staat er nu? Ah ja, omdat ik passive mode wil aanzetten voor nu even. Maar ja, in de video waarin ik de missies doe, ik ga het veranderen. In de volgende video, dus de video normaal, dus een normale let's play video, daar ga ik alle motors aan verplaatsen. Naar, ja, de motor, money, ja, soort warehouse-achtig iets, I don't know. Maar, ja, de club. En dan gaan we even kijken. Maar, ja. Ik weet niet hoe je dingen kunt blurren, dus... De volgende video, als we bij die motorclub zijn, kan er een klein vies stukje tussen zitten. Ik kan, nee, als... Ja, ik kan er letterlijk niks aan doen dat ik geen geld heb. Anders had ik die muurdecoratie veranderd, maar ja. Nu is gewoon een vrouw in bikini. Oké. Okay. Niet dat ik vies ben of zo. Niet dat ik een vieze jongen ben of zo. Maar gewoon, ja. Ik had geen geld om het te veranderen. Serieus, jullie hadden het gezien. Maar goed. Like, abonneer en bye bye. En. Kijk de volgende video. Niet dicht bij je ouders. En als je geen andere keuze hebt, wacht maar totdat je 18 jaar oud bent. Maar goed. Like, abonneer en bye bye. De tank staat daar, jullie kunnen het niet echt zien. De tv wel. En hier gaan we natuurlijk wel verder.